Hey, hallo vrienden van het internet. Welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben een YouTuber en Les dus eigenlijk een mens die video's maakt op YouTube. A.k.a. het raarste ras van mensen ter wereld. Wij zijn de mensen die elke dag heel onze avond opfucken, al voor de camera zitten en praten tegen een microfoon en een camera. En daarna zetten wij die bestanden op internet en daar kijken mensen naar. Er luisteren serieuze mensen naar wat ik zeg. Geweldig. En toch krijg je superveel de vraag van mensen: waarom ben jij een YouTuber geworden? En op de een of andere manier kunnen mensen nooit gewoon normaal YouTube zeggen. Je moet altijd op een fucked up manier zeggen: jou, jou, YouTube. Ik snap zelf ook niet wat ik net heb gezegd. Maar vandaag ga ik jullie 10 of minder redenen geven waarom ik of waarom jij YouTube kan beginnen doen. Want het is dit jaar 2016. In 2014 wou iedereen hipster zijn. In 2015 wou iedereen rapper zijn. En in 2016 wou iedereen ineens YouTube. YouTuber zijn. Maar ik ben al YouTuber van day one. Ik zat eigenlijk echt wel bij de eerste lading Belgische YouTubers. Ik heb namelijk eigenlijk in mijn eerste jaar van echt beginnen 23 abonnees gehaald. 2010. Goeie jaren. En omdat ik gelezen heb in de krant dat elk filmpje van moet eindigen met een commerciële mededeling, zou ik jullie graag één iets vertellen over de... Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video als we de 20.000 likes kunnen halen. Zou dat super awesome zijn, dus zeker een duimpje omhoog, dan kan ik morgen een nieuwe video maken. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go! Jullie houden van die intro, toch? Ik hou ook van die intro, daarom gebruik ik hem weer. Yo YouTube, ik zit hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag... Oh, kak, ik sla met mijn knut. Vandaag ga ik jullie 10 redenen geven waarom je met YouTube kan beginnen. Wow, reden 1, meteen al de belangrijkste. Geld. Het enige waar de krant over kan praten zijn onze inkomsten. De money die wij krijgen van de advertenties. En dat is zo fucking veel geld. Holy shit, het is echt de moeite om daarvoor met YouTube te beginnen. Het is niet normaal hoeveel geld wij verdienen. Het is niet normaal hoe rijk wij zijn. Ik bedoel, check hoeveel money ik hier heb. Yay. Zoveel geld! Er is zeker... 60 cent. Perfecte reden om aan YouTube te beginnen. Dus gewoon om dikke money te pakken. Reden nummer 2. Om bekend te worden natuurlijk. Ik bedoel, waarom zou je anders met YouTube beginnen? Je wilt toch gewoon fucking veel subs? En je wilt toch kunnen weglopen van hordes fans? Wow, ik dacht dat alles viel hier ineens om en ik dacht dat ik veel lawaai ging maken, maar het viel gewoon mooi om. Dames en heren, wow, ik word gebeld door mijn papa. What the fuck? Hallo, wat is er? Morgenmiddag ga je eten bij oma. Ja, morgenmiddag ga ik eten bij oma. Je filmpje gaat toch bang, misschien. Ik ben een filmpje. Ja, ik ben een filmpje. Ik ben live. Ja, je bent live. Je bent live. Hier is daddy. Het is normaal. Oké, thank you. Yo, oké! Ook altijd leuk om gebeld te worden terwijl je video aan het opnemen bent. Iedereen wil natuurlijk bekend worden. Bekend worden is superleuk. Weglopen van fans. Bekend worden. Daarom begin je met YouTube. En in je eerste jaar kan je zeker aan 1 miljoen subs komen. Dus let's go. Zijn 2 redenen niet genoeg? Nee, willen jullie nog een derde? Dan gaan we naar de derde. Als je te goede schoolpunten hebt. Bijvoorbeeld je hebt 90% en iedereen zegt dat je nerd bent of zo. Kan je met YouTube beginnen en dan zakt je procent op school gewoon instant. Van 90 kan je makkelijk naar 60. Te gaan. Dus vind jij van jezelf dat je te goede schoolpunten hebt, dan begin gewoon naar YouTube en neuk alles. Ik weet niet bij welke tip ik zit, maar we gaan gewoon door naar tip 47. Als je te veel tijd hebt, kan je perfect ook met YouTube beginnen. Het is nu 8:15 en ik moet nog deze video bewerken. En bewerken is echt super cool! En het begint natuurlijk donker te worden als ik een video opneem. Bedoel, het kan ook niet anders. Beter! Dus ben je zo iemand die altijd thuis komt na school en denkt van ik heb echt niks te doen, ik heb te veel tijd. Ik know what to do. Begin met YouTube. Het is geweldig. Let's go. Regel 624. Als je denkt dat je interessant bent, kan je altijd jezelf op internet zetten, want dan uit je jezelf eigenlijk op een heel speciaal manier. Dus heb jij speciaal talent, film dat, zet op YouTube en misschien vinden mensen het leuk om naar te kijken en dan... Het kan ook zijn dat mensen het niet leuk vinden om naar te kijken en dat je gewoon uitgescholden wordt als faggot. Zoals iedereen die begint met YouTube. Want iedereen wordt uitgescholden als faggot. Als je begint met YouTube, dus let's go. Als je te veel zelfvertrouwen hebt, kan je ook supergoed beginnen met YouTube. Want op YouTube wordt je zelfvertrouwen echt enorm naar beneden gehaald. Je wordt afgebroken op alles. Dus YouTube, let's go. Tip 432.
1000! Als je een super nuttig leven hebt waarin alles cool is, kan je ook elke dag vloggen. En dan kan je eigenlijk elke dag video's maken over hoe nuttig jouw leven is. En dan film je eigenlijk elke dag hetzelfde, maar als je elke dag iets super cool doet, bijvoorbeeld naar school gaan of zo, dan kan je er elke dag filmen en er elke dag een video over maken en dat is super cool. Let's go! Tip 12043. Als je indruk wil maken op meisjes, dan is YouTube echt de perfecte manier. Want meisjes houden ervan als jongens zich gaan belachelijk maken op internet. Ik moet uploaden op A-shit, ik weet het. Komt er ooit wel van, of zo? I don't know. Tip, shit the fuck up. Als je vindt dat je goed bent met make-up, kan je altijd een make-up channel beginnen. Als je broer een YouTuber is, kan je ook met YouTube beginnen, want dan boost je wel of zo en dan krijg je wel veel subs. Als je beste vrienden YouTuber is of zo, of als je familie YouTubers zijn, dan kan je ook beginnen met YouTube en dan heb je ook direct heel veel subs. Of als je heel goed kan acteren, dan kan je fake pranks maken en dan word je ook heel snel bekend met slechte video's. Dus dat is ook super chill. Of je bent gewoon zo iemand als mij die gewoon geen nuttig leven heeft en dacht van, ik ga een camera nemen en filmen hoe kut mijn leven is. En blijkbaar vinden mensen dat leuk. Here we go! Heb ik jullie eigenlijk al verteld dat ik dit ding heb gestolen in de McDonald's? Kijk, er staat pizza op mijn pet. Dus als ik je nu nog niet heb overtuigd om YouTuber te worden, dan is dat goed, want begin niet met YouTube. Het is super leuk, maar het is fucked. Chill, maar fucked. Dus dames en heren, blijf gewoon kijken naar mij. Start niet je eigen channel, kijk gewoon naar mij. Oké, dames en heren, ik hou van jullie. Dus zeker dat je mogelijk like de video. Ik ben eens niks te zeggen. Ja, joe. Als je nu nog aan het kijken bent naar de video, dan heb je net de outro gezien. En dan kijk je nog naar de video. Dus like de video even. Als je dat nog niet hebt gedaan, maar waarschijnlijk zijn er mensen die dat nog niet hebben gedaan. En ik kan het lezen in jullie gedachten. Ja, like maar. Yo.